Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 15 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Vandaag niet heel veel bijzonders op de planning. Ik wil eventjes mijn airfryermand schoonmaken. Daar ga ik jullie dan even bij zetten. Die heb ik al een nachtje in de week gezet met soda. Die ga ik straks even afpoenen. En ik ga gewoon even hier het huis doen. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning en dan nog even bullet journalen. Gisteravond is de persconferentie geweest. Ik vind het niet heel interessant meer, omdat er eigenlijk van tevoren al bekend wordt gemaakt wat er wordt verteld. Dat is natuurlijk al een vrij lange tijd zo. Dus het is niet meer dat je denkt van, wauw, wat spannend. Ik heb er ook wel een mening over. Ik wil er wel kort iets over zeggen. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat je nu de regels die zijn aangekondigd. Iemand die gevaccineerd is, die kan straks met zijn coronapas vanaf 25 september... een terras op of een restaurant binnen of een theater, dat soort dingen. En iemand die niet gevaccineerd is, moet zich eerst laten testen. En ik vrees dat daar een beetje de kink in de kabel gaat komen, omdat je heel veel verdeeldheid krijgt natuurlijk. Want je hebt een groep die is gevaccineerd, je hebt een groep die is niet gevaccineerd. En de groep die niet gevaccineerd is, die moet dan eerst een test laten doen om aan te tonen dat ze dus geen corona hebben voordat ze ergens naar binnen mogen. Alleen het feit is natuurlijk dat iemand die wel gevaccineerd is ook nog steeds corona kan krijgen. Het ook kan doorgeven. Dus het is niet zo dat je met een vaccin gewoon veilig bent voor corona. En ik denk, ja, eigenlijk is het een beetje gek dat iemand die kan aantonen, ja, maar ik ben gevaccineerd, dat daarvan wordt gezegd van, nou hè, je mag doorlopen. En iemand die niet gevaccineerd is, moet zich eerst laten testen, maar... iemand die gevaccineerd is kan ook corona krijgen en doorgeven. Dus ja, ik denk dat daar de verdeeldheid wel een beetje over gaat ontstaan. En ik snap dat ook niet helemaal. Maar goed, het zal iets zijn wat uitgewezen moet worden. Ik denk dat heel veel mensen blij zullen zijn dat de anderhalve meter eraf is. Ja, mij boeit echt niet. Bij mij zit die anderhalve meter zo in mijn hoofd dat ik gewoon... ik denk zelfs naar 25 september dat ik de anderhalve meter nog aanhoud. Omdat het zoiets is wat in mijn hoofd zit. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Het zal het uitwijzen, dus dat. Verder heb ik even de handhavens gekeken. Dat was ook alweer heel mooi. Daarna vier handen op één buik. Nou, dat was echt een heel jong meisje. Werd begeleid door Angela Groothuizen. Nou, ze wist echt nog van geen toeter of blazen. Dit was echt een heel... ja, ze was 16, maar het was echt meer de kinderlijke 16-jarige dan een volwassene 16-jarige. Want ja, die heb je natuurlijk ook. Moeder deed heel veel voor haar. Haar vriendje zat in een gesloten instelling gezeten. Was nu net weer een paar dagen daaruit. Woonde bij hun in. Ja, zij deed nog een opleiding. Hij werkte. Het was allemaal wel... ik weet het allemaal niet. Ik vond het allemaal een beetje bijzonder. Het was allemaal nog veel giechelen en lachen. En dan denk je, ja... dat is wel iets wat een 16-jarige kan doen. En dat krijgt dan een kindje. Dan denk ik van, nou, ik weet het niet. Maar goed... vlog is af. Was wel even veel werk. Omdat ik nu natuurlijk met de telefoon moet vloggen. Dat blijft een beetje lastig. Foto's zijn bewerkt. Toen ben ik Rita gaan kijken. En daarna Deadline. En dat was een hele spannende uitzending. Want ik heb hierna geloof ik nog één aflevering. Maar die kijk ik dan zondag pas weer. Omdat ik vanavond verder ga met Hudson en Rex. Goed. Dat is eigenlijk alles wat ik heb gedaan. Ik ga het nu eventjes hier de boel lekker doen. Ik ga de kleden even wassen en dan ik even een muziekje zetten. Dan zet ik jullie er even bij als ik dus die airfryer ga schoonpoetsen. Want nu met schoonmaken in de woonkamer is het allemaal toch een beetje lastig. Omdat ik gewoon een beetje zit met het feit van hoe moet ik jullie goed neerzetten dat het goed zichtbaar is. En ja, ik vind het allemaal een beetje lastig. Maar goed, ik ga het nu eerst even dat doen en dan zet ik jullie straks wel eventjes bij.
resultaat van de airfryer. Zoals je kan zien is het mandje heel erg vies. En mijn moeder die schrok daar heel erg van. Die zei dat is echt niet gezond. Dus ik heb hem gisteravond in de soda gezet. Je ziet dat hij hier weer wat mooier begint te worden. Je ziet hier echt ook wel dat hij heel lelijk is. Je krijgt alles niet in één keer eraf. Dus ik ga vanavond gewoon nu na elk gebruik even in de soda zetten. In de hoop dat hij dan weer wat mooier wordt. Maar dit is er dus gewoon afgekomen van dat mandje. Ik ben iemand die hem elke avond netjes afwast na gebruik. Maar toch op een gegeven moment krijg je harde stukken. Dus ik ga nog even op Google kijken. Misschien is er nog een betere tip. Maar voor nu ben ik al wel heel tevreden wat er af is gekomen. En vind ik dat hoe hij eruit ziet al een stukje beter als dat hij was. Zo, en nu ben ik ook klaar met alles. Lekker het hele huis gedaan. Was ook wel weer even lekker de woonkamer. Je merkt toch altijd, ik heb wel goed gestofzuigd. Maar vind ik het ook altijd wel lekker om even de boel af te nemen. Was nu natuurlijk ook wat makkelijker omdat de versiering weg is. Ja, er hangen hier en daar nog wat ballonnen. Maar zodra die zacht zijn, mogen ze er ook af. Mijn was die hangt daar. Omdat ik natuurlijk morgen de monteur krijg voor de droger. Die komt tussen 3 en 6. Maar ik weet niet of ik dat al had gezegd. Nou, die nagellak is wel echt heel slecht. Want ik heb weer 2 hele beschadigde nagels. Deze. De duim die zag er weer niet uit. Dus ik ga er nog 1 laagje op doen vanavond. En dan ben ik er ook klaar. Maar als het morgen weer er zo lelijk uitziet, gaat het er ook gewoon af. Ja, misschien denk je van die airfryer ziet er heel ongezond uit. En dat is ook wel zo. Maar je krijgt heel snel zo'n baklaag. Het is gewoon heel erg lastig om een airfryer goed te onderhouden, vind ik zelf. Wat ik zeg, ik heb hem echt elke keer netjes afgewassen. Maar op een of andere manier krijg ik toch ja, dat het er zo uitziet. Ik heb het vanaf het begin af aan gedaan, netjes afwassen. Maar op een of andere manier heeft het niet heel veel effect gehad. Dus ik hoop dus nu gewoon eigenlijk doordat ik hem in de soda zet, dat hij er weer wat beter uit komt te zien. Maar ik ben al wel blij met wat er af is gekomen. Dus als ik hem vanavond heb gebruikt, gaat hij gewoon weer de soda in. En dan ja, gaan we wel zien wat dat oplevert. Dus ik hoop dat het dan wat beter wordt. Ik merk wel dat het spul heel zacht wordt. Dus je kunt het er dan wel heel makkelijk afschrapen. Dus dat. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Even eten. Vanavond heb je Chantal's Beauty Camper. En daarna kijk ik eventjes tegen Rijksstraat Arm. Ajax is ook nog op televisie vanavond. Dus die zet ik er op de laptop bij aan. Zodat ik dan 2 schermen heb. Zo kan ik daar ook nog eventjes een stuk van zien. Dus nou ja. Genoeg om te kijken in ieder geval. Verder moet ik een thumbnail maken voor de vlog. En de vlog even uploaden. Ik ga Risa kijken. En vanavond heb ik Hudson en Rex. Ik moet morgen al op tijd eruit. Want ik ga boodschappen doen met mijn vader. Want mijn coach is op vakantie. Dus die is er nu 2 weken niet. Dus het wordt nu even 2 weken opgevangen door familie. Zodat ik toch mijn boodschappen kan doen. Maar goed, dat is morgen. Dus dat zien we morgen wel weer. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb verder toch niks meer te vermelden. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 16 september. Ik ben al een tijdje geleden klaargemaakt. Mijn lipstick zit niet heel mooi meer voor mijn gevoel. Ik heb er net ook een broodje mee gegeten en zo hoor. Ik heb vanochtend al boodschappen gedaan met mijn vader. Want mijn coach is op vakantie. Dus dat hebben we vanochtend al gedaan. En nu komt straks nog de monteur voor de droger. Ja, vind ik een klein beetje spannend. Ik heb daar toch altijd wel een beetje spanningsgevoel bij. Dat vind ik allemaal niet zo prettig. En het zijn allemaal weer ongewone dingen. Maar goed, we gaan het wel even zien. Ik hoop dat het gewoon snel opgelost kan zijn. Volgens Nathalie is het de vlotter. Dus ik hoop dat ze daar even naar kijken dat dat het probleem is. Ja, anders moeten ze toch iets anders bedenken. Want ik ga niet nog een paar weken om het droog zitten. Want ik begin het nu wel zat te worden. Nou, ik heb gisteravond televisie gekeken. Ja, ik heb echt last van mijn verkoudheid en van mijn oor. Ik heb het gevoel dat ik moet niezen, maar hij komt er niet uit. Ken je dat gevoel? Nou ja, ik heb Chantal's Beauty Camp gekeken. Ik las wel dat de kijkcijfers wat dalen. En aan de ene kant snap ik het ook wel, want het duurt tegenwoordig 1,5 uur. Vorig seizoen was het 1 uur. Ze gaan nu wat meer in op het verhaal van de persoon. En op zich is dat helemaal niet verkeerd, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, het duurt te lang. Nou ja, goed dat. Toen heb ik nog eventjes Steenrijkstraat Arm gekeken. Was ook wel een hele mooie uitzending. Dus ja, dat. Toen heb ik mijn artikel geschreven. De vlog geüpload. Even een thumbnailtje gemaakt. Nou, dat soort dingen. Toen ben ik weer verder gegaan met Rita. Was ook wel weer heel erg leuk was. En toen had ik Hudson en Rex. Super mooie uitzending ook. Heel spannend. Ja, ik vond het echt, de spanningsboog was best wel hoog, zeg maar. En ja,
dat was het. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, vandaag, ik weet niet zo heel goed wat ik ga doen. Ik ga even wat dingen opruimen. Ik ga sowieso even de bonen afhalen. Misschien dat ik boven even wat ga opruimen. Het is gewoon wachten tot de man komt van de droger. Ik zal eventjes de spullen uit de keuken halen, want die droger moet weer naar voren. Dus dan moet die toch eventjes verbouwd worden. Dus dat moet sowieso eventjes gebeuren. Ja, verder, ik ga wel even zien wat ik een beetje kan aanpakken. Het is, ik heb een beetje een hekel aan dit soort dingen, want je moet wachten en ik kan daar nooit zo goed tegen. Maar goed, ik ga jullie even de boodschapjes laten zien en dan ga ik eventjes wat opruimen en even stofzuigen en zo. En dan gaan we wel eens even zien wat we gaan doen, want ik weet het letterlijk nog echt nog niet. Nou, jullie staan weer. Ik heb even de spullen erbij gepakt. Ik ben even bij het kruidvat geweest. Volgens mij heb ik een vieze bril. Ik heb hem net staan poetsen. Ja, er zitten nog heel veel vlekken op. Die ga ik eerst even schoonmaken, anders kan ik me niet concentreren als ik naar een vieze bril kijk. Schone bril, beter. Nou, wat had ik even gehaald? Bij kruidvat had je nu de aanbieding voor de wasmiddel. En ik heb even twee keer pots gehaald. Ik heb voor de zwarte was pots. En ook voor de gekleurde was. Het was nu dan 2,56 €. Normaal kost één zo'n dingetje al 4 euro. Dus er ging dan, normaal zou je 8 euro betalen. En nu dan 6,50 €. Daar kreeg ik een beertje bij. Een robijntje. En robijn is natuurlijk heel schattig. Dus dat was wel leuk. Verder heb ik even weer de gezichtswas gehaald. Die van mij schoot alweer op, dus dan heb ik er weer één. Ik wist niet of ik hem nog had staan. Ik wil eigenlijk die bak omgooien in mijn douche, maar ook even kijken. En ik heb even scrub gehaald, maar die was weer een beetje moeilijk te vinden, want de verpakking is weer veranderd. Daar word ik af en toe ook wel eens een beetje helemaal hoop ter boter van. Dan sta je te zoeken en te zoeken, maar goed, ik heb hem gevonden. Is trouwens ook tegenwoordig vegan en deze is ook vegan. Dus ja, als je daar van bent. En de mascara was nu 6 euro van Rimmel. Ik heb dus Camel Eyes Wow Wings meegenomen. Er was al heel veel op en dat is logisch. Want ja, het was natuurlijk ook geen geld. Ik heb even hier een lading vlees. Ik heb twee keer hamburgers. Dit zijn de Mals en Rijk hamburgers. Het was nu 2 voor 3 euro. Dus dat was wel een goede koop. Dus dan heb ik vanavond eentje. Want ik zat echt te kijken, wat ga ik vanavond weer eten? En dan weet ik het niet. Dus deze ga ik vanavond eten. En dan kan er een setje in de vriezer. Ik moet alleen even kijken of ik nog boterhamzakjes heb. Want die heb ik niet gekocht. En anders moeten ze in een bakje. Dan heb ik gewoon weer de spekjes. Zoals elke week. Ik heb even gehakt gekocht voor maandag. Ik vind het alleen jammer. Dit zijn dan die pakjes van 300 gram. Die vind ik ideaal als ze alleen die in runder gehakt hebben. En ik vind eigenlijk half om half gehaktballen lekkerder. Runder gehakt vind ik de soep wel heel lekker. Als ik gehaktballen eet, heb ik liever half om half. Nou ja, en weer gewoon even de sla vinken. Ik heb even een bakbotertje meegenomen. Een chocomel. Een frietsaus. Ik had mijn er weer aangebroken. Neem ik gelijk weer even mijn backup mee. Verder heb ik even vochtig toiletpapier meegenomen. Vind ik ook altijd heel fijn om in huis te hebben. Nou, mijn vriendjes, de boontjes natuurlijk. En ik heb eventjes groene zeep gehaald. Dit is zachte groene zeep. En hiermee zou je een heel mooie airfryer weer schoon kunnen maken. Dus daar was ik wel benieuwd naar. Ik dacht, nou, als dat nou werkt, dat zou natuurlijk top zijn. Want ja, ik ben aan het boenen geweest met de soda. En dat ging op zich al wel heel goed. Maar dit zou echt je vet volledig oplossen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb een pak melk. Ik heb eventjes zacht voer meegenomen voor de katten. Weer een keer bij Lidl. Dat vonden ze ook heel lekker. Haricot kertjes. Twee pakjes met kuppensop. Ik was net de kruidvat uit. Toen zag ik dat ze buiten die bakken hadden liggen. Dus ik wist niet of ik het nog had. Ik dacht, nou, dan neem ik het bij Lidl wel even mee. Dat is nu ook 66 cent of zo voor één pakje. Dus je bent natuurlijk wel duurder uit dan dat je die 2,50 zou betalen voor 8 zakjes. Nee, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Zit ik niet te bedenken.
eventjes een afwasmiddel ook weer. Mijn afwasmiddel gaat zo hard. En ik heb die van de Action nog wel. Maar ik denk, nou, ik wil gewoon niet zonder komen te zitten. Want je moet bij die van de Action best veel gebruiken. Nootmuskaat. Het laatste wat ik heb is nog wat kleding. Ik heb nog 2 blouses meegenomen. Een groene. Ik vind de blouse van Lidl echt fantastisch. En ik ben wel echt van de blouse geworden. Dus die heb ik. En ik heb ook een blauwe. Dit is een blauw kleurtje. Ook wel een keer wat anders. En nog zo'n topje. Die had ik laatst al een keer meegenomen met die kleuren. En die vond ik zo fijn. Die heb ik ook nog meegenomen. Dus dat waren alle boodschapjes. Ik ga dit eventjes opluimen. Dan ga ik even stofzuigen. En dan eerst maar even de bonen afhalen. Dan is dat gebeurd. Dus ik ga eventjes een muziekje aanknallen en even wat doen. De droger is klaar en ik kan je zeggen dat ik nu een heel goed gevoel erbij heb. Hij heeft de pomp vervangen. Hij dacht dat het de pomp was en die is, daar zit nu een nieuwe pomp in. En hij heeft zelfs laten zien dat hij weer afpompte, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik heb echt het gevoel dat dit het probleem was, dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik zal even de boel weer terug verder zetten in de keuken. Verder wel even lekker nog gebullet journaled. Even wat schoongemaakt in de keuken. Wel even lekker bezig geweest. Was even lekker ook wel zo'n middagje. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Eten. Vanavond. Meiland. Zin in. Maxime is ook bevallen inmiddels. Ze heeft een dochtertje gehad. Dus dat hoorde ik ook vandaag. En ja, verder heb je Meze Frank Visser. Ga ik mijn foto's bewerken. En moet ik nog meer doen? Rita kijken en daarna ook Epicode 37, dus dat wordt verder de avond. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat het verholpen is. Het was een hele aardige man en hij ging gelijk aan de slag. Hij had het gelijk door. Ik heb straks mijn messen afgewassen, dus ik heb een heel klein sneetje in mijn vinger. Maar oké, het zij zo. Ik ga even de boel terugzetten en dan gaan we even lekker relaxen. En dan zie ik jullie weer morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 17 september. Ik ben klaargemaakt. Dat eigenlijk. Er is een heel klein ongelukje gebeurd gisteravond. Ik zal het even kort uitleggen. Ik heb allereerst gistermiddag me al gesneden toen ik de messen aan het afwassen was. Die waren dus zo scherp. Die heb een heel klein sneetje in mijn vinger gegeven. Kom maar, Mickey. Voor de mensen die mijn vlog nog niet zo lang kijken. Ik heb 3 katten. 2 van die katten hebben een rugzakje. De een heeft een iets groter rugzakje. De andere een iets kleiner. En dat komt eigenlijk vanaf dat ze kitten waren. Degene die het grootste rugzakje heeft, dat is Tijgertje. Die zit nu zo. Zien jullie? Nee, jullie zien er helemaal niet. Dat kan helemaal niet, denk ik. Hier zit ze. Hier zit Tijgertje.
Nou, die claimt mij het liefste de hele dag door als ze de kans krijgt. Maar dat werkt natuurlijk niet, want ik moet ook mijn dingen doen. En 's avonds doe ik eigenlijk altijd het werk op de laptop wat ik moet doen voor YouTube of voor mijn blog. Zij zit het liefst de hele avond bij me en dat is heel schattig. Alleen soms kan ik geen kant op. Er zijn echt avonden dat ik met 3 katten bovenop me zit. Dat ik echt zelf een heel klein gaatje moet zoeken hoe ik nog een beetje televisie kan kijken. Het is soms een beetje benauwend. Nou, Tijgertje had gisteravond zijn avond, ze wilde alleen maar bij me zitten. Op een gegeven moment kon het even niet, want ik had even zoiets, ik moet nou ook eventjes ruimte hebben. En ze bleef maar terugkomen. Dus ik zette haar op een gegeven moment weer weg. En daar was ze dus niet zo van gecharmeerd. Dus ze zette haar nagels in mijn vel. Dat resulteerde in een flinke jaap in mijn vinger. Jullie gaan het nu niet goed kunnen zien, want ik heb hem sowieso afgeplakt. En met de telefoonfilm is het iets lastiger. Maar mijn vel was open. Nou, het begon ook te bloeden, dus ik heb het direct afgeplakt. Maar de pijn die je voelt, het is zo erg. Die nagels van haar zijn zo scherp, het lijken wel gewoon messen. Ja, ik denk wel eens, misschien moeten haar nagels geknipt worden. Want ze blijft natuurlijk ook aanscherpen aan de krabben en zo. Maar ja, goed, ze bijt ook wel nagels, maar dat was echt niet fijn. En dat doet zoveel pijn, nu nog steeds. Het is gisteravond gebeurd, ik had het afgeplakt. Niet de allerbeste pleisters. Ik lag op een gegeven moment in bed, die pleisters lieten al los. Want ja, ik had mijn handen gewassen, daar kan ik niet zo goed tegen. Maar het doet nog steeds wel heel erg zeer, dus daar baal ik een beetje van. Want het voelt echt niet heel erg fijn aan. Maar goed, dat was even het ongelukje. Gisteravond heb ik Chateau Meiland gekeken. Ik heb echt gegierd. Het was echt leuk. Daarna meester Frank Visser. Dat was ook alweer een beetje heftig met een hond. En weet ik veel het allemaal. Hoop gezeur. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En ja, toen ben ik Rita gaan kijken. Heel leuk. Toen gebeurde dus dat ongelukje. En daarna had ik code 37 en dat was ook wel een hele spannende uitzending. Maar ik moest wel even heel goed mijn aandacht bijhouden. Dus dat eigenlijk. Ik had trouwens woensdagavond heb ik nog Ajax gekeken. Maar dat heb ik volgens mij helemaal niet meer verteld. Dat was een hele goede wedstrijd. Dat was echt heel goed. Heel knap gespeeld. Ik ga zo meteen even stofzuigen en een wasje aanzetten en even de bakken scheppen. Ga ik de slaapkamer doen. Ik ga jullie er wel bij zetten. Het wordt wel op een iets andere manier dan wat jullie normaal van mij gewend zijn. Ik kan nu niet wat grotere beelden filmen omdat het gewoon allemaal wat lastiger is. Maar goed, we doen het gewoon even met... we roeien gewoon even met de riemen die we hebben, moet ik gewoon zeggen. Dus dat eventjes. Maar ook wel weer even lekker mijn bed verschonen, even lekker opruimen. Mijn kaptafel is ook 1 ontplofte bende, dus ik ga alles even lekker opruimen. Dus dat is nu eventjes de planning. En als ik dan de was heb gedaan, ben ik natuurlijk ook heel benieuwd of de droger niet wel werkt. Dus die ga ik ook nog even testen. Maar straks is maar even de was erin. Er zit nu nog even een kleed in, de was opgespuugd. En dan kan ik daarna even de handdoeken erin doen, want die is bijna klaar. Dus goed, ik ga even wat doen en ik ga jullie gewoon meenemen. Ik zet jullie bij waar ik jullie erbij kan zetten. Ik wilde jullie dit nog even laten zien. Ik heb gisteravond de airfryer ingesmeerd met groene zeep. En kijk eens even hoeveel vet er nu in zit. Ik denk niet dat het mandje volledig schoon is. Ik zal hem ook niet meer volledig schoon krijgen. Misschien als ik nog weer met soda ga beginnen. Dat ik hem wel weer wat mooier krijg. Maar je ziet wel echt dat het vet goed oplost. Dus ik zal hem zo eventjes afspoelen. Want het is heel natuurlijk. Zodat hij dan weer klaar is voor het gebruik van vanavond. Maar je ziet wel echt dat het vet goed oplost. Dus ik ben wel heel verbaasd hierover.
inmiddels ben ik klaar. Het is hier een beetje donker, want het is inmiddels gaan regenen. Dus het is best wel betrokken. Ik was net even boven om de emmers weg te zetten. Dan hoor je het daar zo lekker tikken op de zolder. Vind ik altijd wel een gezellig geluid. Maar ik vind het wel lekker. Wel een lekker gevoel op vrijdagmiddag. Een beetje regen. Ik vind het wel gezellig. Slaapkamer is klaar. Ik weet niet precies wat er is gefilmd en hoe. Dat ga ik allemaal zien met editen. Ja, ik hoop toch dat ik niet zo heel lang meer zonder de camera moet. Maar goed, dat moeten we eventjes bekijken. Katten hebben hun eten op. Ik heb lekker mijn bed weer verschoond en alles. Inmiddels heb ik wel de pleister eraf gehaald, want die liet alweer los. Dan is dit het resultaat. Kan ik dat een beetje goed laten zien? Ja, dit is dus het wondje wat ik heb. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Vanavond weer lekker flikken Rotterdam. Wel heel veel zin in. Ja, ik ben ook wel een beetje benieuwd hoe het verder gaat. Aangezien het vorige week een beetje gek eindigde. Daarna heb ik de laatste alles kunnen vips. Dan weten we ook wie dat gewonnen heeft. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik moet een video editen. Ik moet een artikel schrijven. Dus dat zijn de werkzaamheden die ik nog moet doen. Ik ga sowieso nog even gamen. Ik ben nu ook met rollercoaster begonnen. Dat is ook super leuk. Maar ik wil ook nog even oefenen met Mario Kart. Want het is toch wel leuk als ik ook een keer kan winnen. Dus dat. En verder ga ik Rita kijken in code 37. Dus dat is het verder ook wel niet heel veel bijzonders. Maar in ieder geval wel weer blij dat het klaar is. Want ik vind het altijd wel weer eventjes. Altijd wel weer eventjes een klus. Maar gewoon ook lekker de kaptafel is weer helemaal leeg en zo. Althans op de spullen na die ik nog wil gebruiken. Maar dat is wel heel fijn. De was die draait nog. Dus dan kan die straks ook mooi de droger in. En nou ja, dat is het verder ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 18 september. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje buiten adem. Ik kom van boven. Maar goed, geef niet. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning staan. Ik wil even de was opvouwen. Want ik heb echt best wel veel. Dus dat moet even netjes verwerkt worden. En even bullet journalen. En dat is het ook wel. De droger is gisteren goed gegaan. De handdoekenwas heeft goed gedraaid. Dus ik hoop dat het probleem nu gewoon opgelost is. En dat dat het dus was. Ja, het is nu goed gegaan. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het nu wel goed is. Want nu zat de tank ook echt helemaal vol met water. Dus wat dat betreft denk ik dat het echt de pomp was. Gisteravond Flikker Rotterdam gekeken. Was wel een heel erg mooie uitzending. Dat was leuk. Daarna de alles kunnen vips. En degene die gewonnen heeft, ja, die gunde ik het ook wel. Ik zal maar niet zeggen wie er gewonnen heeft. Misschien wil je het nog terugkijken of wat dan ook. Maar ik vond het wel leuk. Degene die gewonnen heeft, dat vond ik wel leuk. Dus dat was wel mooi. Ik heb daarna de video in elkaar gezet. Mijn blogbericht geschreven. Toen ben ik verder gegaan met Rita. Was wel een beetje een treurig einde. Maar ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. En daarna had ik code 37 en dat was ook wel weer een hele mooie uitzending. Was wel een beetje verwarrend, daar moest je heel goed je gedachten bij houden. Maar ja, dat ging ook wel, dus dat was wel leuk. Ik ga nu eerst even stofzuigen en eventjes de bak scheppen. En dan ga ik die was maar eens doen, want er hangt hier nog een heleboel was. En ik heb ook nog een heleboel was in de wasmand, dus dat moet maar even opgevouwen worden. Dus ik denk dat ik die daar even bij ga zetten. Eerst maar even stofzuigen. Ik heb nu de pleister ervan afgehaald. Van de snee, zeg maar. Dus hij is best wel lang. Dus ik hoop dat hij snel een beetje geneest. Maar pleister wordt gewoon steeds nat. Dus ja, hij laat steeds los. Dus dat is hem gewoon niet. En op zich is de meeste pijn er nu wel uit. Het is nog wel gevoelig. Maar het doet niet meer zoveel pijn als gisteren. Want toen elke keer als ik mijn handen waste, dan deed het gewoon niet gruwelijk veel pijn. Dus dat is nu wel wat minder. Maar goed, ik ga even wat doen. En dan zet ik jullie er wel even bij als ik de was ga doen. Want ja, dat moet ook gebeuren. Het zijn altijd van die dingen waar je ook mee blijft zitten. Dus ik ga even.
tijd om even deze nieuwe screenprotector op mijn horloge te plakken en gelijk even het andere hoesje eromheen doen. Want deze die is nu wel echt aan vervanging toe, dus dat ga ik ook even doen. Er ook omheen. De screen protector zit niet helemaal perfect, maar ik krijg hem niet beter als dit. Maar hij is nu wel weer wat beter beschermd als dat hij was, dus dat vind ik wel heel fijn. Deze was heel vies en zoals bij deze zit de achterkant niet beschermd. Ik vind dat toch wel belangrijk. Maar zodra ik bij de Action kom, neem ik gewoon alvast weer een reserve mee. Zo heb ik gewoon altijd eentje op voorraad. Maar ik vind het ook wel weer fijn. Ik heb ook gelijk even getest of die kan opladen. Met dit hoesje kan die dus wel opladen. Dus nou, ik ben er wel weer tevreden over. Zo, de katjes hebben nu lekker gegeten. Ik heb eventjes het handwasje opgehangen en de kleding nog even in het droger zitten, want ze hadden helaas weer gespuugd. Ja, die moesten weer even gewassen worden. Maar goed, ik heb nu alles wel weer rond. De was ligt in de kast en ik probeer morgen eigenlijk boven nog even wat aan de gang te gaan. Zou wel even fijn zijn, want er heb ik echt bijna geen loopruimte meer. Maar ja, ik zeg het elke keer en elke keer dan is er alweer iets waardoor het weer niet lukt. Maar dat is mijn voornemen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks douchen en eten. Vanavond heb je Ajax. Dus ik heb twee schermen. Ik heb een Ajax scherm en ik heb ook Oh Wat Een Jaar. Dus dat ga ik ook kijken. Ik weet niet welk jaar het al meer. Dat weet ik niet meer precies. Maar het zal nu alweer iets zijn wat ik niet ken. Maar het is altijd wel leuk om te kijken. Daarna ga ik even Hudson en Rex terugkijken. Of afkijken eigenlijk wat ik had opgenomen. En ik ga vanavond weer even met de vlog aan de gang. En de vorige vlog heb ik opnieuw moeten uploaden, want dat klopte helemaal niet qua muziek en zo. Dus vandaar dat die opnieuw geüpload is. Dus dat was een beetje een gedoetje. Maar goed, dat heb ik nu gedaan. En donderdag al gedaan. Dus ik ga er nu voor zorgen dat die wel in één keer goed gaat. Dus dat is verder de planning. Vanavond kijk ik weer Rita en ook Code 37, dus verder niet heel veel bijzonders of zo, dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ben wel blij met het nieuwe ding. Ja, je ziet wel echt dat de screen protector niet mooi is, maar ik krijg het niet beter dan dit. Dus op zo'n kleine oppervlakte is het echt wat moeilijker. Maar goed, zoals ik al zei, als ik bij de Action kom, haal ik me wel weer even een nieuwe. Er zit ook een soort omhulsel bij. Vond ik een beetje gekkig. Dus dat heb ik maar niet gebruikt. Ik heb gewoon het hoesje gebruikt wat ik had gekocht. En ik ben wel blij dat hij nu echt weer wat beter beschermd is zo. Want het voelt wel weer wat beter en deze kan ik niet verliezen. Dus goed, dat eventjes. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 19 september. Ik zit even lekker op de bank. Vandaag niet heel veel op de planning. Eigenlijk weer de standaard dingen. Foto's maken, groente doen, vlees maken. Voor deze week alvast klaarmaken en dan even stofzuigen. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Ik heb gisteravond Ajax gekeken. Ja, voor ons was het een fantastische wedstrijd. We hebben 9-0 gewonnen, maar voor Cambuur was het wel een beetje zuur. 9-0 is wel heel veel, maar ja, wij verdienen er maar 3 punten mee. Maar voor het doelsaldo is het natuurlijk wel lekker. Dus het was ook niet heel spannend. Ik heb Oh Wat Een Jaar gekeken, was wel heel leuk. Maar het was weer een jaartal wat mij weer niks zei. Sommige vragen weet ik dan wel, zeg maar, bij de finale. Maar over het algemeen weet ik er weinig van. Maar het was wel leuk om te kijken met leuke gasten. Ik heb daarna even Hudson en Rex gekeken. Was ook wel een mooie uitzending. Ik geloof dat het nu nog 2 keer komt, dan is het alweer afgelopen. Ik heb de vlog al voor zover weer afgekregen. Tot en met gisteren. Dus dat was ook wel fijn. En ik heb Rita gekeken en Code 37. En dat waren weer mooie uitzendingen. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik ben weer met een leuk boek bezig. Dus dat was ook wel lekker.
Dus nou ja, prima avondje eigenlijk. Ja, verder heb ik ook niet zo heel veel te vertellen. Ik zat er weer op het kleed gekotst. Ik word er helemaal gek van. Dus ik weet niet goed wat het is. Ik ben wel een paar nagels kwijt. Mijn duim. En hier ben ik er zelfs. En mijn andere hand ben ik er zelfs. Ook mijn duim kwijt. En deze kwijt. Mijn wijsvinger. Dus ja. Dat is een beetje jammer. Maar goed, het groeit alweer aan. Maar ik was er net zo blij mee. Want ze werden al best wel mooi lang weer. Maar ja. En dan breekt het toch weer wat. Dus dat. Ik moet van de week wel even de bloemen weggooien. Die zijn nu echt super dood. Maar dat doe ik denk ik even dinsdag. Want dan gaat die emmer toch weer leeg. Dus dat is dan wel zo fijn. Want als ik nu die bloemen er al in doe. Dan denk ik dat dat niet zo heel erg prettig is. Dus ja. Dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga even stofzuigen. En dan ga ik eerst even zorgen dat de groenten en zo klaarstaan. Dan is dat weer gebeurd. Dus dan laat ik je straks even zien waar ik foto's van ga maken. Inmiddels wat producten gevonden om te fotograferen. Ik heb hier de lip peeling van Essence. De lip care booster. Met 10% avocado olie. Twee mascara's van Catrice. Het zijn de Lift Up mascara's. Volumizer mascara's. Dan heb ik de gewone en de waterproof variant. Ik heb hier nog een gel eyeshadow paletten van Saffron. Die ligt er ook al een tijdje. Nu wil ik nou ook wel eens gaan proberen. Dus hier ga ik even fotootjes van maken. Zo, ik heb alles ook weer klaar. Ik heb de foto's lekker gemaakt. De groenten zijn helemaal afgehaald. De gehaktballen staan al klaar. Ik heb zelfs boven iets kunnen doen. Niet heel veel. Omdat ik gewoonweg niet zo heel goed weet waar ik moest beginnen. Maar ik heb in ieder geval die bakken die ik laatst bij de Action had gekocht. Die je op elkaar kan stapelen. Zeg maar die postvakbakjes eigenlijk. Die heb ik neergezet. En ik probeer van de week even verder te gaan met opruimen. Want ik heb van de week niet de grote schoonmaak. Dus kan ik morgen wel wat dingen doen. Maar daar ben ik al wel weer blij mee. Ja, het was eigenlijk wel een lekker chill middagje zo. Ik zag net dat Feyenoord heeft gewonnen van PSV. Nou, het is voor Ajax wel weer gunstig. Dus dat is ook wel lekker. Ja, verder. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb lekker zo'n grote schnitzel met patatjes. Vanavond heb je de miljoenenjacht op postcode loterij. Dat ga ik lekker kijken. Daarna wie van de drie. Ik ga sowieso even mijn nagels doen. Ik heb ook even het bokkenpootje gepakt. En eventjes zo'n vier stappenvel. Zodat ze eventjes even weer wat gladder worden. Want ik heb wel het idee dat ze een beetje een optater hebben gekregen. Naar die gellak van vorige week. Maar goed, dit ga ik weer eventjes allemaal mooi maken. Ik moet foto's bewerken voor de blog, namelijk voor morgen alweer. En ja, verder, ik ga weer naar Rita kijken en ik ga nog de laatste aflevering van Deadline kijken. Dus dat is ook wel leuk en dan moet ik morgen weer wat nieuws opzoeken. Maar dat is verder allemaal wel leuk, dus daar heb ik wel zin in. Dus ja, dat wordt verder de planning. Niet heel bijzonder. Sowieso nog even gamen. Ik ben nu al best wel ver met rollercoaster. Ook dat gaat wel goed. Alleen, ik ben er nog niet helemaal achter. Af en toe gaat er zeg maar een attractie kapot. En ik weet nog niet zo goed hoe ik er de monteur heen moet sturen. Dus daar moet ik nog even naar zoeken. Dus, nou ja, verder een prima avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want er is nu toch niks meer wat ik ga doen verder. Dus wat interessant is. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 20 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even oud papier naar buiten gebracht. Ik had boven twee tassen vol staan met oud papier. Daar heb ik er nu even eentje van weggebracht. En even het vuilnis buiten gezet. Of althans de kliko, want die wordt morgen geleegd. En die moet je dan op maandag aan de weg zetten. Ik dacht, nou, ik doe het gewoon alvast. Een beetje wel weg is weg. Dus dat was wel top. Gisteravond heb ik lekker miljoenenjacht gekeken en ik vond het zo spannend. Ik zat op een gegeven moment echt een beetje op de bank zo van stop, stop, stop. En ik zat, dan ging ze weer doorspelen. Ik zat echt zo, nee joh. Ja, ik praat soms in mezelf. Deze vrouw die had op een gegeven moment zo'n mooi bedrag en toen besloot ze om door te spelen. Ja, toen haalden ze net de twee hoogste bedragen eruit, dus ze kelderde enorm natuurlijk. Ja, toen had ik zoiets van, nou, dan zou ik ook nog wel doorspelen. Toen op een gegeven moment zat ze in ieder geval weer over een miljoen heen. Toen had ik zoiets van, stop nu.
Het ging ze nog even door. Uiteindelijk is ze geloof ik nog één rondje doorgegaan. Die was wel heel goed. Toen heeft ze nog wel weer een hoog bedrag opgehaald. Maar ik vond het echt super spannend. Ik zat echt, ik heb het nog niet meegemaakt dat het zo spannend was. De nadeel van de drie, dat was ook alweer erg leuk. Ik heb weer erg moeten lachen, dus dat is altijd wel erg leuk. Ik heb mijn nageltjes gedaan en ik heb dit kleurtje op. En dat is dit lakje van Max Factor, de Masterpiece Express Quick Dry. En dit is de kleur. Even kijken of ik dit kan lezen. Dit is de kleur 262 Future in Fuchsia. Ik vind hem al heel erg leuk. En ik heb mijn nagels eerst eventjes helemaal glad gemaakt met zo'n vier stappen vel. Ik heb even de bokkenpootjes naar achter, of mijn bokkenpootjes, ja hoor. Nagelriemen naar achter geduwd met een bokkenpootje. Toen heb ik het ontsmet met mijn nagels met azijn. Het schijnt dat het dan langer blijft zitten, dus ik ben heel erg benieuwd. En toen ben ik ze gaan lakken. Verder had ik gisteren Rita. En de laatste aflevering van Deadline, die was heel spannend. Er schijnt een seizoen 2 te zijn, maar ik denk niet dat die op Videoland staat. Dus ik moet vanavond even gaan zoeken naar wat anders. Dan ga ik even kijken of ik dat nog op internet kan vinden, dat tweede seizoen. Want ik ben toch eigenlijk wel erg benieuwd. En ik heb de foto's bewerkt, dus dat was het ook. Ik heb nu dat paletten gebruikt wat ik gisteren heb gereviewd. Althans, gewoon gefotografeerd. Op de oogleden heb ik dat gebruikt. Ik moet zeggen, ik vind het op zich wel mooi. Maar ik moet even gaan kijken hoe het er na een paar uur uitziet. Of het niet heel erg gaat weglopen en zo. Maar goed, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dus dat was de avond. Vandaag niet veel op de planning. Ik ga even stofzuigen. Ik ga hun bakken even scheppen. En dan ga ik eventjes een video opnemen. Ik heb nog niks vernomen van de camera. Die is nog, nou ja, ik heb even gekeken wat de status was. En die is nog steeds bij de reparateur. Dus ik hoop dat die ergens deze week toch teruggestuurd gaat worden. Maar goed, dat is eventjes afwachten. Ik mis hem wel, moet ik zeggen. Ik mis wel heel erg mijn camera. Maar goed, ja, het is even wat het is. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik daarna even spullen tunnelen. Dus dat wordt verder de middag niet heel bijzonder. Dus ik ga nu eventjes eerst maar even stofzuigen en zo. Dan is dat gedaan en zorgen dat de video erop komt. En dan zet ik jullie bij het bullet journal er wel eventjes bij. Ik heb inmiddels alles gedaan wat ik wilde doen. Die video staat erop. Ik moet er vanavond wel even nakijken of die niet heel warrig is. Maar dat moet ik dan nog eventjes doen. Maar dat komt vast wel goed. Kortjes hebben nu lekker gegeten. Ik heb even lekker gebullet journaled. Dat was wel eventjes heel fijn. Even lekker verder gegaan met de doodles. Ik heb het alleen een beetje koud. Maar dat komt nu. Ja, eindelijk. Eindelijk komt het huis af. Want het is hier nu eindelijk 21,5 graad. En dan kun je zien dat het best wel lang duurt. Want het is echt maanden heel warm geweest. Maar dat het nu eindelijk wat koeler wordt. Dus dat is wel heel erg fijn.
Maar goed, ik heb al even lekker de droeg gekeken. Ik zie nu hier dat er een sok op de grond ligt. Maar dan ben ik er waarschijnlijk weer eentje kwijt. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Ik noem het altijd sokkensop. Maar dat kwam vroeger, toen later in de klein waren, hadden wij van die computerspelletjes. Pyjama Sam. Misschien dat een van jullie het wel zegt. Het waren van die computerspelletjes. Het was een jochie van, nou wat zal die geweest zijn, 3. Hij had ook een rompertje aan. En die ging dan allerlei avonturen beleven. Het was heel leuk. Het was ook echt op kinderen gericht. Maar die was ook altijd zijn sokken kwijt. Die zei altijd, ja, sokkensoep. En dan was hij weer iets kwijt en dan ging je onder het bed kijken. Niks te zien hier, alleen maar stof, zei hij dan. Dus daarom zeg ik altijd sokkensoep als ik sokken kwijt ben. Omdat ik dat een beetje van Pyjama Sam heb overgenomen. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten koken. Vanavond heb je Koken Zonder Kijken wel zin in. Je hebt Meiland, dat wordt ook wel weer leuk. Ik ga even mijn artikel schrijven. Ik moet nog even een persbericht afmaken. Die kan dan morgen mooi online komen. Ik ga verder met Rita en dan even een nieuwe video uit, of serie uitzoeken op Videoland. Maar dat weet ik dus nog niet. Dus dat horen jullie dan morgen wel. Maar ik vond wel even een relaxed middagje zo. Eventjes, ja, vind ik altijd lekker om de week mee te beginnen zo met de maandag. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 21 september. Ik ben klaargemaakt en het is echt koud. Ik heb het echt al 2 dagen super koud. Gisteren heb ik het gewoon niet meer warm gekregen. Nadat ik onder de douche ging, werd ik wel wat opgewarmd. Maar ik bleef het koud houden. Ik weet niet wat het was. Ik heb nu ook gewoon hele koude voeten. Ik ben eigenlijk al in de stemming om mijn sloffen aan te trekken. Maar dat wil ik eigenlijk nog niet, want de winter is nog niet eens begonnen. Maar het is wel goed koud in ieder geval geworden. Gisteravond heb ik Koken Zonder Kijken gekeken. Dat was wel een leuke uitzending. Daarna de Meilandjes. Nou, Martien maakte weer een paar uitspraken waarvan ik dacht, dit kan je eigenlijk niet zeggen. Hij kreeg zijn nieuwe interieur binnen. Heel veel goud, een gouden bank. Ja, mijn smaak is het niet, maar bij hem past het natuurlijk perfect. Ik zou het zelf niet neerzetten, maar ja, hij houdt ervan, ieder zijn smaak. Dus dat was ook wel weer erg leuk. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb zelfs het persbericht al af. Die staat online. Toen ben ik verder gegaan met Rita. En daarna ben ik met Corny en Clyde begonnen op Videoland. Het is heel humoristisch. Het is ook een Belgisch programma. Het gaat over een soort datingbureau. Maar het is allemaal op heel humoristische wijze. Het was wel heel erg grappig. Ik heb ook wel daarom moeten lachen. Dat was verder ook wel heel erg leuk. De camera, ik heb er nog steeds. Hij ligt nog steeds bij de reparateur, helaas. Dus ik hoop echt dat hij toch één deze dagen wel een keer klaar gaat zijn. Maar goed, ik weet het nog niet. Dus even afwachten. Verder, niet heel veel bijzonders. Ik ga zo meteen eventjes de bakken doen van de katten. Ik ga de bloemetjes weggooien, want die zijn dus heel erg dood. Ik ga eerst een was aanzetten, want dat is heel erg nodig. Mijn wasstond die pelt uit, het is niet leuk meer. En even de douche doen en de gang in, dat is het ook wel. Ik kreeg straks een heel schattig filmpje van Lente door. Die was aan het gommelestieken, of aan het gimmen. Ze zat echt zo met haar armpjes en ze was mijn moeders schoenen aan het optillen. Maar zij is zo sterk en ik verbaas me elke keer weer. Ik heb haar vorige week nog gezien en in een week tijd, die haartjes die groeien. Die groeien zo hard. Ze heeft er nu zo'n bosje met haar er weer bij. Het is echt niet normaal. Het is elke keer weer anders als je haar ziet hoe snel dat gaat, die veranderingen. Een beetje hoofdpijn. Ik heb al een aspirintje ingenomen. Ik kwam denk ik door het slapen. Ik weet het niet precies. Dus dat. Ik ga eerst maar even de was erin doen. En dan eerst even de plantjes opruimen. Ik ga jullie gewoon meenemen. Ik ga kijken waar ik jullie bij kan zetten. Ja, dat klopt wel. Dus ja, dat wordt eventjes de planning. Dus tijd om even wat te gaan doen. En hopelijk een beetje op te warmen. Ik denk dat ik vanavond de verwarming wat ga aanzetten. Want het is wel echt heel fris. Ik heb de treurige plantjes staan. Dus ik ga nu even de bakken hierheen halen. En dan gaan ze in de bak. Want dit ziet er wel heel erg treurig uit. Zo. Dan kunnen de bakjes mooi ook naar binnen.
zijn weg, zoals je kan zien. Ik ga binnenkort ook het tafeltje en de stoeltjes opruimen. Dan ga ik hier even heel goed schoonmaken, ook met azijn. Schoonmaakazijn, ik hoop dat het groen een beetje weggaat. Dan ga ik het balkon weer even netjes maken. Maar in ieder geval zijn de plantjes weg, dus ik zal ook minder insecten hebben nu, denk ik. Zo, alles is klaar. Ik vrees alleen dat het weggooien van de plantjes er niet heel mooi op staat. Want mijn telefoon zat vol, dus ik moest hem eerst even legen. Maar dat heb ik inmiddels wel gedaan. Dus ik heb geprobeerd wel wat te vloggen. Maar zoals ik al eerder vertelde, het is wel lastig om je telefoon in een goede stand te krijgen. Omdat hij minder makkelijk blijft staan. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik heb de potjes alweer netjes boven staan. De douche is klaar, de gang is klaar. Hun hebben schone bakken, dus ik denk dat iedereen weer blij is. Ik heb net even de verjaardagskaartjes netjes in de envelopjes teruggedaan. Ik bewaar altijd kaartjes die ik krijg. En die heb ik nu boven zo'n mooie bak voor neergezet. Dan ga ik ze daar mooi gewoon in bewaren. Vind ik altijd wel heel erg leuk om kaartjes te bewaren. Maar ik was een beetje bang dat ze zouden kreuken. Dus ik heb ze nu eventjes apart gelegd. En dan doe ik ze morgen eventjes boven in die bak. Maar ik ben wel blij dat alles klaar is. Ik was nou ook wel zat. Dus fijn in ieder geval dat het weer rond is. En ik vind het ook wel een fijn gevoel dat de planten nu weg zijn. Dat de potjes weer lekker schoon en droog boven staan. Dus dat is wel fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan straks douchen en koken. Vanavond heb je hebt nog een nieuwe serie op Net 5. Die wil ik even opnemen. Je hebt de handhavers en... Vier handen op één buik, dat ga ik kijken allebei. Komt op dezelfde tijd, dus ik neem één van de programma's op en dan kijk ik dat daarna. Ik moet nog eventjes Animal Crossing doen, want Nathalie wilde een paar plantjes hebben van mij. Dus daar moet ik sowieso even op online gaan. Ik heb gisteren geraced, Mario Kart in mijn eentje gespeeld en toen won ik. Tegen de computer kan ik het dus wel, maar tegen anderen lukt het nog niet zo goed. Maar ik ga gewoon even goed oefenen. Verder ga ik de vlog afmaken en eventjes foto's bewerken voor het artikel van morgen. Ik ga Rita kijken en ik ga verder met Connie en Clyde. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga morgen boodschappen doen. Dus morgen weer wat vroeger op. Maar goed, dan heb ik de middag verder voor mezelf en kan ik hier gewoon van alles doen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning voor vanavond. Ik ga wel even Ajax aanzetten. Die moet om 6:15. Dat is ook wel leuk. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop echt dat ik snel mijn camera terug heb. Zodat de kwaliteit ook weer wat beter zal zijn. Maar ja, voor nu moet ik het even doen met wat het is. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!